werkt als veehouder werk je samen met de natuur en in de natuur. En, ja, ik vind het belangrijk dat die natuur dus ook een plaats krijgt op het bedrijf. Marieke Jelsma is praktijkdocent aan Van Hal Larenstein. Daarnaast runt ze samen met haar ouders een melkveebedrijf in Twijssel, in Friesland. En we melken hier rond de 80 koeien en op 44 hectare. Een gangbaar bedrijf en volop bij de gang. Dit is het nationaal landschap, noordelijk Friese Wouden. Dus we hebben hier allemaal dijkswallen en elzensingels. En die zijn hier, vanaf vroeger zijn ze hier al. De dijkswallen zijn gebruikt voor de afscheiding tussen de soorten land. Van de ene boer en de andere boer. En de elzensingels die kwamen spontaan op naast de sloten. Nou, er groeien elzen, eiken, meidoorn, lijsterbessen, bramen, vlier en nog veel andere soorten groeien hier. Nou, dit is een hele struik sleedoorn en bramen. Daar hebben we 12 verschillende soorten wel van. Kamperfoelie die bloeit daar ook nog een beetje. Die bloesems die leveren heel veel zweefvliegen en bijen en hommels en... Dat komt hier heel veel op af. En dit wordt ook weer de bramen worden ook weer gegeten door de fasanten en de reeën die hier ook wel in groepen leven. Marieke ziet dat de singels en de hagen de gezondheid van de koeien op verschillende manieren ondersteunen. Een stukje aanvulling op hun dieet. Dus in de vorm van extra vitamine, sporen, elementen, maar ook andere stoffen zoals etherische olie die in die bladeren voorkomen. Maar ook een stukje schaduw. Op een zomerse dag genieten ze toch echt wel van dat ze die schaduw hebben. En je ziet ze ook de hele dag, zie je ze wel snoepen in die hagen. En je ziet wel dat het dekt wel een behoefte. Elzensingels vervullen nog een functie. De elzen die vangen ook, net zoals klavers, vangen ze stikstof uit de lucht. Dus ook een stukje stikstofbemesting in die zin. Ondanks dat de laatste meter tegen de rand aan niet bemest wordt, groeit het gras langs de haag niet minder dan in de rest van het perceel. Nee, er zit weinig verschil tussen vlakbij de rand en verder van de rand af. Je hebt die nutriëntenkringloop die dat bladafval heeft. Dus die zorgt er weer voor dat het gras bij de wal ook gewoon goed groeit. Op het bedrijf staat ruim 7 kilometer aan hagen en singels. Vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ontvangt familie Jelsma een beheersvergoeding om het onderhoud te kunnen doen. Het is de bedoeling dat de elzensingels één keer in de 21 jaar hebben ze een eindkap. Dus dan worden ze op een paar bomen na volledig gekapt. De dijkswallen één keer in de 25 jaar. En tussendoor, één keer in de 7 jaar, worden de bomen een beetje opgesnoeid, zodat we er geen last van hebben met de machines en de bewerkingen. En jaarlijks onderhoud is om de bramen terug te snoeien, zodat ze niet over de draden hangen. En ook de draden goed bij te houden, dat de dieren niet in het element kunnen komen. Dus niet in de singel of op de dijkswal. Dus dat is waar we dan voor betaald krijgen. Deze wal hebben we vorige winter hebben we die eindkap gedaan, dus één keer in de 25 jaar. En dan halen we dus de meeste bomen weg, om jonge groei weer te stimuleren. En dan laten we om de zoveel meter laten we dan een boompje staan. Dus hier staat bijvoorbeeld een meidoorn. En de grote eikenbomen die laten we ook staan, want die zijn landschapsbepalend. We hebben ook weer andere soorten bijgeplant, dus dit, bijvoorbeeld die brem. Maar ook hazelaar en vlier en veldroos. Die hebben we allemaal bijgeplant om toch wat meer diversiteit weer in die singel te krijgen. In ruil voor het hout wordt de eindkap nu gratis door een externe partij gedaan. In de toekomst zou Marieke graag het hout een rol willen geven in het verdienmodel van het bedrijf. Het hout, dat we dat in de regio kunnen verwaarden. Dus met houtsnippers of met of meubels.
En ook de vastgelegde koolstof zou Marieke graag verwaarden. Dus als zo'n boom bijvoorbeeld, die legt heel veel koolstof vast in de grond. En ik hoop dat we daar nog een keer op uitbetaald zouden kunnen worden. Dat onderdeel kan worden van ons verdienmodel. Ik wil dit landschap willen we gewoon behouden voor de toekomstige generaties. Het is een nationaal landschap, het is een oud landschap. En ja, dat wil je behouden. Je wilt het niet verloren laten gaan. Dus ja, het is onderdeel van onze identiteit eigenlijk.